Hoi. Hoi. Van Minok. Hoi. Weet jullie wie wij zien? Ik ben Preskilla. En ik is Chantal. Ja, nou vroegen jullie je eigen natuurlijk af. Wat Toos en Stien zien? Ja. Nou, ik zal het u nog sterker vertellen. Wij zien Toos en Stien. Maar dat kun je zo, wij zien geen meter gemorfoos. Zal ik heel lekker eens uitleggen hoe het zo gekomen is. Het is eigenlijk allemaal begonnen van de zomer toen de snijbordenmeulen kapot ging. Er moest natuurlijk een nee komen en omdat wij niet over één nacht iets gewoon zien wij naar de huishoudbeurs geweest. Om eens te kijken wat er zoal op snijbordenmeulen gebied te koop is. Nou, daar valt vies tegen. Wij hebben er uren rondgelopen, konden nergens de snijbordenmeulenkroom vinden. Bij de inseminatiebalie gevraagd. Nou, we keken alleen de man of ze van toeter blozen wezen. Ik zei tegen Stien, weet wat wij doen? Wij gaan als boven lekker bakje koffie vatten en dan zoeken we straks wel weer verder. Wij gaan met de roltrap naar boven. Wat denk je, blijf ik met de regenjas tussen de roltrap hangen. Zo'n scheur. Zie nou, nou stond er helemaal fraai op. Ja, wat moeten we nou? Eerst koffie gedronken natuurlijk. Wij komen weer terug. Naar beneden, laat er nou toch net een kroom staan met een groot bord erboven, mantelzuig. Ja. Nou, dan wil ik dan geluk hebben, wat? Dus ik kom naast erover de balie, ik zeg tegen de vrouw, snijd die scheurrekkers. En als je toch bezig bent, maak de mouwen ietsjes korter. Nou, had hij gezicht moeten zien. Oeh, nee, en mijn hand had me weer verkeerd begrepen en de ware hulje helemaal niet ver. Zeggen ze me nou krijgen, wat staat door? Mantelzorg, waar is die? En een regenmantel. Maar ze deed het niet, hoor. Ze zei, kreeg toch een bult, mensen. Ze doen het toch ergens. Een chagrijnig mens was het, hoor. Maar afijn, wij lopen dus toch gewoon zo in het wild rond. Komt er in één keer zo'n strak getrokken dender ons toe. En die zegt, wil u misschien een rimpelcrème proberen? Vroeg ze aan ons. Ik zei, nou Dender, hoeveel mooie we hebben rimpels zat. Nee, zei ze, heb je interesse in een meter mevoze? Ik zei, mens, ik weet nog niet wat een halve meter is. Nee, zei ze, ik kan jullie dat 30 jaar jonger uit laten zien. 30 jaar. Ja, weet ook wat het is, ik moet hier ook altijd tegen Stien aankijken. En ja, zeg nou ergens waar, daar word je niet vrolijk van, hè. Dus ik zei, nou, dat is misschien wel iets voor ons. Wij door naar binnen, gingen ze meteen aan de gang. Hebben ze, eerst hebben ze al het vel, hebben ze zo strak getrokken. En dan hebben ze hierachter zo mis in de frots, hebben ze dat in een huurstuk verwerkt. Ze hebben de kalknagels helemaal bijgewerkt. Al de huur van de benen gemaakt. Nou, toen zag het er al heel anders uit, hoor. En toen zitten wij ook zo naar de schulden, even aan een tuffeke glaasje, super Jans drinken, je kent dat wel. Hingen er allemaal van die foto's tegen de muur, met van die vrouwen, van die grote bossen hout voor de deur. Toen zit die strakke trokken die aan die zet, hij is ook wel wat voor jullie. Ik zit nou niet om het een of het ander, maar zou dat ook helpen dat je eerder verkering krijgt? Wij zien namelijk al heel lang op zoek naar een kel, maar op de een of andere manier, het lukt altijd weer verkeerd af met die verkering. Nou, ze zei, als je dat laat doen, en meteen verkeren. Ja. Ik zei, ja, nou, maar wat kost zoiets dan? Ja. Oh, dat is duur. Was die? Nou, we hadden er gemakkelijk 2 snijbonnenmeulens van kunnen kopen. Maar, toen zei die strakke trokken derde, die zegt, nou, zei ze, om de gulje bent zakken speciale aanbieding maken. 2 voor de prijs van 1. Ik zeg, doen.
voor zijn eigen kon bedenken. En dat ging er ook meteen weer mee aan de gang. Maar wat een pien als dat doet, was die. Oh, we hebben liggen cremeren van de pien. En toen we bijkwamen uit de narcose, zagen we dat we het ook helemaal verkeerd begrepen hadden. Om twee voor de prijs van één. We hadden er allebei maar eigen gekregen. Maar met één kunnen wij ook al heel oorlijk verruut, hoor. Dus ik zeg ook tegen Stien, wat kan schelen, doen we gewoon volgend jaar die andere. Dan kunnen we het nog even sporen, hoor. Nou, het is toch ook druk, hoor, in zo'n kliniek. Minstens is een komen en gaan van mensen door, hoor. En nee, van ons, er lag een frommes en die had er een lipo laten zakken. Ja, dan gaan ze met een soort steelstof zuigen en dan gaan ze zo dan dwars de roevel en dan sloegen ze al het vet uit de billen. En dan lachten dan we maar, weet je dat dat hartstikke verkeerd was gegaan? Bij de mens hadden ze veel te veel weggehaald. En toen komt ze ergens, komt hier een dokter, die komt bij de vrommes en die zegt, hoe gaat het mevrouw? Toen gaf het bekst te vet antwoord. Veel te veel weggehaald, ja. En in een hoop vel over natuurlijk. En ja, dan maken ze dan nog wel een poef van. Maar dat moet ook maar net kunnen gebruiken. En toen dachten wij dat wij door kloor waren. Toen zei die strakke trokken die en die zegt, nee, zegt ze, gulle, ik kreeg toch nog een kledingmeter mevozen. Want wat je nou aan hebt, dat liep nergens op. Want toen kwam er zo'n klerenkel. Florentine zitten die. Hij weet dus dit dan maar van gekregen, hoor. Dit moeten we de oorlogheid eens excuseren. Ik zeg ook tegen Stien, ik zeg ja, dat doen wij niet, want dat is ook veel te koud, hè. Ja, dan komt het thuis en dan hebben ze zo het hele sterke aan en dan miste dat toch wel, hè. Het hoort dan eigenlijk gewoon bij het hele zaadje, zeg maar, hè. Dus nou, en toen hij Stien, hier, die heeft er eigen zin in gebreid. Ja. Laat hem maar zien, hè, Stien. Ja, ik kan wel in de tas zitten, hoor. Ja. Ja, mooi geworden, hè? Ja, ik heb ook hele aparte gesiepelde rol gebruikt. Gesiepeld, want daar zit er trouwens niks op. Je kunt er zomaar een week aan houden. En heb je hier die prachtige slutspuit gezien? Dat is de voorkant. Ja, mooi, hè? Ja, nou, en net toen ze aan die vermin wou beginnen, wat denkt u? Nee, kregen we een brief van het ministerie van Dementie. Of dat ze wel een vergunning hebben voor breien. Ja, nou, en ik brei al zeker 60 jaar zonder vergunning. Toen zei die kel, ja, dat hebben we altijd gedoogd, zei die. Maar ze moest op, voor het breibewijs. Twee keer gezakt hoor. De eerste keer had ze met druitje hem sloot, had je hem veel te vlug af laten gaan. En toen heeft ze een ingreep gehad. Kom wel weer het hele eind uitreffelen, waar. En je moet ook op voor de bijzondere verrichting, hè. Dat is dus ook helemaal verkeerd gegaan. Wat stond er nou te gapen? Bij de bijzondere verrichtingen, de huis is ook weer verkeerd gegaan. Toen is het eerste schielijk gemiddeld. Is het ook weer verkeerd gegaan. Ja, en je moet ook op voor theorie, wat?
Je moet weten wanneer dat je links moet breien, wanneer je rechts moet breien. En je moet bijvoorbeeld dat wel. Ja, en in Engeland, bijvoorbeeld, mag je alleen maar links breien. Stien is er wat geregeld daarvoor. En op vijf, je moet alles weten van gapen en scheiden wollen en zo. Dus er was nog een hele toer om dat te wollen. Maar uiteindelijk heeft ze het toch gewollen. Je hebt tegenwoordig ook voor het overal een vergunning voor nodig, wat? Ik heb er ook een van het sokken stoppen. Ja. Heb ik ook al heel lang. Laat nou toch de gemeente de vurgemoen bij ons een bord voor de deur zetten. Stopverbod. Ja, nou lach maar, maar ik ben wel uitgedoen, wat? Goed, jammer, ik kan er wel acht voor liggen. En je hebt zo ook nog wel vergunningen dat je zegt, wat moet er nou mee? Ik heb er nog één liggen voor een zelfregulerend opzet ontspannen systeem met een afhangrepeterend mechanisme voor vluchtig pluimvee. Ja, en het is ook nog een groene. Ja, dus die hakt er in de straatstenen nog niet meer kwijt. Nee, eigenlijk zien wij een paar hele handige vrouwen. We zouden misschien zo op het eerste gezicht niet direct zeggen, maar wat wij allemaal kunnen, dat staat echt van te kijken hoor. Waar wij bijvoorbeeld heel goed in zien, hè. Walsen, strikken. Bonnen wekken. Ja. We zien heel handig met naald en draad. Ja. Oh, dat is ook belangrijk tegenwoordig. Ja, en ons moeder zei altijd al, kerels hebben graag een vrouw die goed kan naaien. Ja, nou, wij naaien alles wel los op af zit. Nou, wij snappen eigenlijk niet waarom wij nog geen verkering hebben, joh. We hebben wel eens verkering gehad. Zelfs 10. Kunnen wij ons niet vaststellen. Ja, je is ook al wel heel lang geleden, snapte wel natuurlijk. Oh nee, Stien, vertel dat verhaal eens van die jong uit het noorden. Dat is toch een hoor verhaal? Doe maar, je bent nou toch hier. Vooruit dan maar. Hij hiet de gozerwijn. Ja, en ik ging er voor de eerste keer naartoe om kennis te maken met die oude lui. Zitten we daar aan een lekker kumke thee. Toen presenteerde die moeder me een volle deus met van die lekkere chocolaatjes. Ik zeg, dat komt goed uit, want ik ben een echte snol. Ja. Ja, die... Die moeder heb ik sinds nooit meer gezien. Nee, hij gozer wijn trouwens ook niet. Hij belde zaterdags op dat hij het uit moest maken van zijn moeder. Ik zeg, en daarvoor zo'n paar snoepjes. Kinderachtig, hè? Ja, ik vond het toch ook zo flauw. En ja, ik heb natuurlijk ook wel eens verkering gehad, dat snapte wel natuurlijk. Of ja, nou ja, verkering. Maar eigenlijk...